Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. Kijk, ik heb een banketletter gebakken. Het is de... Yes! Hij is er, Juf Roos. Wie is er? Sinterklaas! Hij reed op een heel groot wit paard door de straten. En hij had allemaal pieten bij zich. En moet je kijken wat ik heb gekregen. Wauw, lekker! Pepernoten! Yes! Oh, Gijs, voorzichtig! Ja, maar die pepernoten die vlogen keihard bam, door de lucht, Juf Roos. Voorzichtig, en Gijs! En weet je wat hij zei? Dat hij langs zou komen. Yes! Oh, dat is fantastisch, Gijs. Maar als Sinterklaas echt langskomt, dan moet het hier wel netjes zijn. Snel, Gijs! Hij is er al! Allemaal. Hallo Sinterklaas. Hallo Gijs. Sinterklaasje, kom maar binnen met je Piet. Want we zingen allemaal blij een lied. Misschien heeft u wel even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan maar even bij ons aan. En laat uw paardje maar buiten staan. En we zingen. Lekker zitten. Oh, dag, juffrouw Roos. Hallo, Gijs. Hallo, oh. Sinterklaas. Wat Hallo. Een gezelligheid. Ik vind het echt superleuk dat u er bent, Sinterklaas. Maar bent u niet iemand vergeten? De Piet. Oh, nee, die ben ik niet vergeten, Gijs. Nee, Piet is de zak met cadeautjes kwijtgeraakt. Nee. Hij heeft heel lang gezocht en werd daarna zo moe. En toen heb ik hem gezegd dat hij maar even moest gaan rusten. Maar als de zak met cadeautjes kwijt is, dan krijgt helemaal niemand cadeaus. Oh, ik ga hem zoeken, juffrouw. Nee, Gijs, dat kan niet zomaar. Je kunt toch niet zomaar het dak op? Ja, alleen Pieten hebben lang geoefend om op het dak te lopen en te klimmen, toch, Sint? Ja, precies, lopen en ja. Klimmen. Ja. Ja! Gijs? Ja. Gijs! Wat ga je doen? Gijs, pas nou toch op! Oh, waar gaat Gijs nou toe, juffrouw Roos? Nou, ik hoop niet het dak op. Gijs! Gijs! Kijk eens, juffrouw Roos, ik ben verkleed als Piet. Wauw, Gijs, verkleed als Piet. Ik ben verkleed als Piet. En als het buiten donker is en als alle kinderen slapen, dan kruip ik over de daken en klim ik in de schoorstenen om daar cadeautjes te brengen. Bravo, Gijs. En maakt u zich geen zorgen, Sinterklaas. Ik zal de zak vinden. Gaan jullie mee het dak op? Wij moeten op onze tenen lopen, anders maken we iedereen wakker met ons gestommel. Rommel de pommel, wat een gestommel, hoor ik me daar op de zolder. Krinkel de kinkel, wat een gerinkel, wat een geholderde polder. De zaal.
zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, o jongens, jongens, het is zo'n baas. Daar stopt hij, daar stopt hij, daar stopt hij blij van zin. De hele, wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, o jongens, jongens, het is zo'n baas. Alsjeblieft, Sinterklaas. Oh, Gijs, jij mag vanavond je schoen zetten, hoor. Echt waar? Ja. Mevrouw, zou je dat ik mag vanavond mijn schoen zetten? Ga jij ook je schoen zetten? Zing de Sinterklaasliedjes dan nog een keer. Dag. Dat was weer een mooi verhaal van Juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag. Allemaal zwaaien. Hi. Willen jullie nog een filmpje zien of een liedje meezingen? Klik dan hier, hier of hier. Ja. En als je je wil inschrijven, klik dan hier. Ja. Dag allemaal, tot snel. Dag. Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. Sinterklaas is weer in het land. En ik heb pepernoten gebakken. Vinden jullie die ook zo lekker? Mm. Ah. Hij komt! Hij komt! Die goeie, goeie Sint! Hé, juffrouw. Hé, Gijs! Kijk, juffrouw, ik heb allemaal hooi en penen van de boer voor het paard Americo. Goed. Het paard van Sinterklaas. Mm-hmm. Want, juffrouw, kijk wat ik in mijn schoen heb gekregen. Een brief. Een brief van Sinterklaas? Ja, ja. Gijs! Wauw! Lieve Gijs. Hey. Jouw naam staat ook in het grote boek. Daarom kom ik vanavond op bezoek. Ik hoop dat je dat leuk vindt. Groeten van Sint. Gijs! Ja. Wat spannend! Nou, wanneer komt hij eigenlijk, juffrouw? Dat weet ik niet, Gijs. Nee. We kunnen een liedje voor hem zingen. Ja, dat is een goed idee. We gaan een liedje zingen. Oké. Okay. Ja. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou, wat brengt hij mij, wat brengt hij jou en mij? Gijs, waar ben je nou? Ja, juffrouws, ja, hier ben ik. Oh. Ja, ik heb Sinterklaas echt net overal gezocht, maar ik kan hem gewoon niet vinden. Gijs, je moet gewoon geduld hebben. Hij komt vanzelf. Ik denk dat we hem even moeten zoeken. Zoeken? Ja. Nee, Gijs, dat heeft toch geen zin? Hij kan overal zijn. Op de daken of op de boot. Bij de andere kinderen in het dorp om cadeautjes langs te brengen. Nee, je kunt hem alleen vinden met heel erg goed speurwerk. Heel erg goed speurwerk. Ja. Helemaal op de daken, op de boot. Ja. Ja. Oh, Gijs, maar... Gijs! Kijk eens, juffrouw, ik ben een echte Detective Piet geworden. Wauw, een echte Detective Piet. Een echte Detective Piet, juffrouw. Ik zoek een man met een witte baard. En ik zoek een man met een rode mijter en een gouden staf. Help jij mee zoeken? Jazeker, Detective Piet Gijs. Gaan jullie ook mee zoeken naar Sinterklaas? Kom.
Heb je al iets gevonden, detective Piet Gijs? Kijk daar. Dat zijn de voetafdrukken van het paard. Americo. Sinterklaas is hier geweest. We zijn op het goede spoor. Zachtjes gaan de paardenvoetjes. Trippel, trappel, trippel, trap. Het is het paard van Sinterklaasje. Stippen, stappen, stippen, stap. Het schimmeltje draagt met gemak Sinterklaasje over het dak. Het schimmeltje draagt met gemak Sinterklaasje over het dak. Juffrouw Roos? Gijs? Huh? Hallo? Zijn jullie daar? Kijk, daar is het paard van Sinterklaas. En daar is... de molen. Oh, je hebt gelijk. Detective Piet Gijs, we zijn weer thuis. Hé, zou Sinterklaas soms al in de molen zijn? Gaan jullie mee kijken in de molen? Wow, juffrouw, kijk, hier is de zak van Sinterklaas. En dat is Sinterklaas. Dag Gijs. Dag juffrouw Roos. Dag Sinterklaas. Waar was u nou de hele tijd? Waar waren jullie? Ik zit hier al een tijdje. Nou, Gijs was een beetje ongerust, daarom wilde hij u zoeken. Och, het is toch al lang goed, jongen, zeg Gijs. Ik hoorde van de Pieten dat jij heel mooi kunt zingen. Ja, dat klopt wel, inderdaad. Kom. Laat maar eens horen, hè? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank u, Sinterklaasje. Heel mooi gedaan, hoor, Gijs. Juffrouw Roos. Zou u voor mij uit de zak het blauwe pak willen halen? Natuurlijk, Sinterklaas. Deze? Ja, dat is hem. Voor Gijs. Maak me open. Wow! Oh, dankjewel, Sinterklaas. Dankjewel. Wauw. Even Gijs. Wow. Oh. Vinden jullie het ook zo leuk als Sinterklaas weer in het land is? Zing de liedjes dan nog een keer. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag. Dat was weer een mooi verhaal van Juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag, dag. Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. Wat fijn dat jullie er zijn. Oh, moet je kijken, ik heb iets gekocht. Pepernoten. Vinden jullie die ook altijd zo lekker? Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hey, Gijs. Hey, juffrouw Roos, heb je dat gehoord? Sinterklaas is in het land. Hey, en dat betekent... dat ik mijn schoen mag zetten. Woe. Ik weet het, Gijs. Zo spannend. Oh. Ik ben heel benieuwd wat de Sint in jouw schoen gaat stoppen. Ja, ik ook, ja, inderdaad. Maar ik heb alleen een klein probleem. Oh. Want ik wil namelijk ook iets in mijn schoen stoppen voor Sinterklaas. Maar ik weet alleen niet wat. Dat is een goede vraag, Gijs. Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Want kijk, het moet natuurlijk wel iets bijzonders zijn. Het is natuurlijk wel voor Sinterklaas. Maar voor het paard van Sinterklaas, dat is makkelijk.
een wortel. Mm-hmm. Toch? Ja. Weet jij wat de andere kinderen in hun schoen stoppen? Nee, dat zou ik niet weten, Gijs. Dat weten de pieten alleen, denk ik. Oh ja. Ja, dat weten de pieten alleen, ja. Ja, want die vullen de schoenen van de kinderen en die zien dan meteen wat de kinderen voor de Sint in hun schoen hebben gestopt. Oh. Ja, de pieten die vullen de schoenen van de kinderen, mm-hmm, en die zien dan wat de kinderen in de schoenen hebben gestopt voor Sinterklaas. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Gijs, waar ga je heen? Gijs. Gijs? Kijk eens, juffrouws. Ik ben een echte hulppiet geworden. Wauw, Gijs. Een echte hulppiet. Een echte hulppiet. En ik help alle pieten. Ik ren over de daken, ik spring in de schoorstenen en ik ga elke avond langs de kinderen en ik ken elke schoen. Wauw. Grote schoenen, kleine schoenen, stinkschoenen. Wow. Het begint al bijna avond te worden, juffrouws. Oh. Gaan jullie mee de daken op? Wauw. Sst. Volgens mij slapen alle kinderen, juffrouws. Zullen we naar de schoenen? Ja. De Sint is in het land, met pieten hand in hand. De Sint is in het land, ja ja, van je singela, singela, hop sa sa. De Sint is in het land, met pieten hand in hand. Zakken vol strooigoed en pakjes met speelgoed. En zakken vol strooigoed, ja ja, van je singela, singela, hop sa sa. En zakken vol strooigoed en pakjes met speelgoed. Zet je schoentje maar, ja zet je schoentje klaar. Ja zet je schoentje maar, ja ja, van je singela, singela, hop sa sa. Ja zet je schoentje maar, ja zet je schoentje klaar. De Sint is in het land, met pieten hand in hand. De Sint is in het land, ja ja, van je singela, singela, hop sa sa. De Sint is in het land, met pieten hand in hand. Hier wonen twee zusjes. Oh, twee zusjes en een broertje. Zullen we naar binnen gaan, hulp Piet Gijs? Hm? Wauw! Van onderen! Wow. Gaat het wel, hulp Piet Gijs? Ja hoor, gaat goed. Zo, hé. Hey, kijk, allemaal wortels voor het paard. En leuke tekeningen voor Sinterklaas. Oh, die zijn vast heel mooi. Zo, kijk eens even. Ja, en kijk, daar kun je Sinterklaas dus altijd heel erg blij mee maken. Een mooie tekening of een kleurplaat. Hé, hey, wat een goed idee, hulp Piet Gijs. Dat vindt de Sint vast heel bijzonder. Gaan jullie ook je schoen zetten? Doe er dan ook een mooie tekening of een kleurplaat in voor de Sint. En zing het liedje nog een keer. Dag allemaal, tot de volgende keer.